Dit is niet chill. Ah, dit is irritant. Oh, ik ben vet hard aan het spacen. You know the fucking concept. Hoi, ik ben Ellie. En ik ben Rens. En welkom. In ons drugslab. Overal ter wereld zijn mensen nieuwsgierig naar drugs. Wij ook wel eigenlijk. Dus in drugslab kijken we wat drugs doet met het lichaam. Ja, en zodat jij het niet hoeft te doen. En ben je nou benieuwd naar een bepaalde soort drug? Laat er een berichtje achter in de comments. En wie weet proberen wij dat dan wel voor je uit. Ja. En mega veel mensen zijn heel erg nieuwsgierig naar... Salvia. Dit is onze salvia. Het is een plant uit de lipbloemfamilie. En het ziet eruit als gedroogde kruiden en het ruikt naar... ja, knaagdiervoeding. Wat ik best wel heftig of een beetje raar vind, is dat het gewoon legaal verkrijgbaar is in de smartshop. Ja. Terwijl het wel echt een ontzettend heftig middel is. Ja, kan, hè? Kan. Maar ja, er zit een heel groot verschil in tussen, zeg maar, een beetje het subtiele effect. Mm-hmm. En tussen echt helemaal cookie wow zijn. Ja, dat klopt. Je hebt ook verschillende stadia. En die zijn inderdaad onder te verdelen in mate van heftigheid, zeg maar. Maar eigenlijk heb je dat dan dus weer niet in de hand. Er zijn mensen die een heel hoog extract genomen hebben die nergens iets van merkten. Ja. Maar ook mensen die een heel klein extract genomen hebben en die echt wel helemaal dachten dat ze een autoband waren. Ja, ja, maar dat hoor je dus ook heel vaak. Dat mensen dus voorwerpen worden of naar een andere ruimte gaan waar ze dan bijvoorbeeld vroeger zijn geweest. En ik hoor ook wel dat het best wel beangstigend kan zijn. Dat het helemaal niet heel vaak heel leuk is. Je wordt er niet echt euforisch van. Het kan ook levensgevaarlijk zijn. Ik bedoel, ook al heb je een vrij oké trip, er hoeft maar net een raam open te staan of kaarsen op tafel te staan. En jij hebt helemaal niet door dat je daar tegenaan loopt of zo het raam uitloopt. Ik ben blij dat jij er bent. Ja, ja, ik vind het ook leuk dat ik er mag zijn. Ja, want ik ga het doen. Ja, jij gaat het doen. Ja. Ja, je hebt natuurlijk DMT gedaan en salvia duurt ook maar ongeveer 10 minuten. Het is hartstikke kort. Dus ik ben gewoon ontzettend benieuwd ook naar de vergelijkingen of de verschillen tussen DMT en salvia. Ja, ik ook. Ja, salvia wordt al heel lang gekauwd door de Mazatec-Indianen. Zij gebruikten het tijdens hun ritueel en dan moet je er heel lang op kauwen. En dan kom je in een soort van psychedelische roes terecht. Dit is een extract. Dit is een keer 10 extract, keer sterker dan een normaal blad. Dan heb je ook een keer 20 en zelfs een keer 40 extract. Dus dat is echt mega heftig. Ja. Nou, je gaat de salvia roken. Dat ga je doen met dit pijpje. Je steekt het aan, je ademt het in. Je houdt het 20 seconden vast. Ja, maar dat schijnt dus wel echt best wel heftig te zijn. Ja. En een vieze smaak en een soort hele dikke gele rook. Wat DMT eigenlijk ook heeft. Dat vind ik er wel een beetje op lijken. Ja. Dat is dan wel een overeenkomst. Ja. En toen moest ik ook door de spanning moest ik echt best wel veel moeite doen om het in te houden. Ja. Afwegen? Ja. Ja, perfect. 200. 200 milligram. En hier een pijpje. Ja. Hier hebben we filtertjes. Ja. Die leg je er als eerste in, zodat het er niet doorheen zakt. Okay. En je mengt dit dus niet met de bak. Zal ik het erin gieten? Ja. Pijpje is klaar. Wat echt wel belangrijk is, is dat als je het gaat roken, dat je een blauwe vlamaansteker hebt, een gasaansteker. Want als je een normale aansteker gebruikt, dan heb je eigenlijk een onvolledige verbranding. Want dit verbrandt gelijk de salvia. Wat ook heel erg belangrijk is, net als bij andere tripmiddelen, is dat de setting gewoon optimaal is. Dus je moet zorgen dat je lekker kan zitten. Weet je wel, lekker kan liggen als je dat wil. Ja, dat je nergens tegenaan kan stoten of tegenaan kan vallen. Ja. En wat ik wel prettig vind, is dat je een beetje een spiritueel plekje krijgt. Ja, dus dit krukje waar we nu op zitten, gooi je even aan de kant. Tadaa! Heerlijk! Bij alle tripmiddelen zit je niet goed in je vel, is de kans op een bad trip natuurlijk veel groter. Ja. Hierbij, ja, kan er echt van alles gaan gebeuren. Ja. Ik ben op alles voorbereid, maar in principe zit ik goed in mijn velletje. En je moet dit natuurlijk niet met andere drugs gaan combineren, want het is al heftig genoeg. Zo, nee. Nooit. Nou, hartslag, ja, iets wat verhoogd, maar ik vind het ook vet spannend. Ja, logisch. Ik ga zo meteen de salvia aansteken. Dan proberen om de rook 20 seconden binnen te houden. Dat schijnt al heel moeilijk te zijn, omdat het gewoon hartstikke vies is. Ik denk dat je dat ook moet aanvoelen. Ik voel het gewoon even aan tot wanneer ik denk van,
precies. Even tot hier. Ja, je kan wel tot 2 minuten nog... Heb je de tijd om bij te roken, zeg maar. Ja, dat het effect sterker wordt. Ja, maar als je langer dan 2 minuten gaat wachten... dan wordt het effect niet echt versterkt, meer verlengd. Nee, ik durf het niet. Neem je tijd, hè. Neem alle tijd. Ja. We hebben alle tijd. Ik vind dit alleen nog zo spannend. Dat ik denk, ga ik dit doen? Ja. Zo lang mogelijk, hè? Ik kan helemaal geen rook meer. Nee, dat is niet zoveel, hè? Ja, zuigen. Lang inhouden. Nou, je hoest het niet uit. Pijn? Moeilijk om het zo lang in te houden. Ja, weer nog een beetje? Ja, oh okay. Ja, dit is inderdaad wel specie. Ja, weer nog een beetje als weet ik niet. Oh ja, nee. Ja, ik merk dit wel. Ja? Wacht. Oh, ik begrijp het al. Nee, ik ben wel echt heel hard aan specie. Ja, er verandert wel iets, hè? Ja. Wacht, stop. Oké, Ja, lekker chillen. Nee, weet je wat irritant aan is? Nou? Ik heb het gevoel alsof ik hier inval. Alsof je aan het vallen bent. Ja, dit is niet chill. Nee, probeer gewoon lekker te liggen. Oh, ja, ik zie het. Nee, wacht. Ah, dit is irritant. Oh, ik ben vet hard aan het spacen. Ben ik serieus, hè, jongens? Mm-hmm. Ja. Maar alsof ik... Auw. Alsof ik hiervan afval. Van je kussen? Oh, dit is niet leuk. Hebben jullie het door? Mark? Rustig. We zijn bij je. Er kan niets gebeuren. Het is niet leuk. Nee, probeer lekker te liggen. Ik zie je, Mark. Oh, ik begrijp het. Oh ja, ik probeer te liggen. Het is niet leuk. Probeer lekker te ontspannen. Het is ook zo weer weg. Oh ja. Mark, is Mark hier? Ja, Mark is er. We zijn er allemaal. Mark moet even hier komen. Ja? Ja. Moet Mark even bij? Ik ben er ook, ik moet hè? Stoppen. Het gaat vanzelf over. Ja. Oh ja. Ja, ik zie dat je stopt. Ah, dat is niet tof. Ah. Ja, ik begrijp het. Je hebt even salvia gerookt. Het duurt 10 minuutjes. Het is zo weer weg. Ja, ik begrijp het. Maar het lijkt dus net... Oh, het is echt zo naar. Ik begrijp, het wordt dan minder. Oh. Uh-huh. Maar ik begrijp het dat dit echt niet leuk is. Wil je een slokje water? Ik wil dat dit heel langzaam ophoudt. Het gaat vanzelf ophouden. Ik hoef dit ook nooit meer te doen. Ik begrijp dat ik op salvia ben. Maar ik heb dus het gevoel... Ik weet dat Mark daar is. Ja. Oh, ik heb dus het gevoel... Wat, dit is echt helemaal niet grappig. Ik moet er wel om lachen. Ik hoor jullie allemaal wel. Mm-hmm. Maar dit is helemaal niet grappig. Nee. Want ik heb dus het gevoel alsof ik hier wordt ingetrokken. Mm-hmm. Het gaat weer... Ja. Ik heb het gevoel alsof ik hier word ingezogen en ik zie gelukkig Mark en jou hier ook. Ja, Mark is de EHBO'er, die is altijd bij. En ik heb mijn gevoel... Wat grappig, ik kan er heel over praten, maar ik vind het nog steeds niet grappig. Nee. Maar ik word dus heel langzaam in de vloer getrokken. Zeg maar, ik kom al bijna huilen. Maar het is nu oké, en ik weet dat we nu ook de ruststap hebben. Mm-hmm. En dat nu daar de camera is. En ik ga nu ook een programma met jou maken. Ja. Maar... Gaat het? Weer iets beter? Nou, jullie kunnen dat niet zien. Nee. Ik zie niks. Voor mij is helemaal niks veranderd. Het is zo raar. Oh, ja, ik begrijp nu ook wat er aan de hand is. Mijn geluid. Oh, ja, ik dacht dus... Nu gaat het oké, maar doordat mijn geluid hier zo pijnlijk zit... en mijn hoofd zeg maar een trip van was...
Er wordt wel gelachen, gelukkig. Ja, maar ik kan weer ademen. Ja, dacht ik dus dat hij verloor. Dat hij allemaal aan het in te zakken was. Ik kan er nu wel om lachen, gelukkig. Ik was zeg maar zo aan het weggaan. Maar was het niet fijn om lekker weg te vallen? Ik was alsof ik in een ravijn zat. Ik was helemaal zo op. Ik ben wel blij dat je weer lekker kan lachen, hoor. Ik kom dit spel nooit meer. Nee? Ik kon bijna niet praten omdat ik dacht dat ik dat hield. Je zat gewoon helemaal in de vloer. Ik hoorde je ook maar zeggen, Mark, Mark. Ja. Oh, shit. Ja. Nou, dat was heftig. Hoe is het nu? Nu is het wel gewoon alsof ik inderdaad wel gewoon wel een beetje aan het spacen nog. Ja. Oh, maar ik schrok wel een beetje, hoor. Want je ging echt helemaal niet zo goed. Het ging echt... Je vond het echt niet leuk, hè? Weet je wat er heel eng in was? Nou? Dat ik op een gegeven moment... wilde ik zo graag jullie bereiken... Maar ik dacht, jullie denken, nee die tript. Ik was echt in doodsangst. Terwijl je nu ben je helemaal vrolijk volgens mij, toch? Of niet? Ja, maar ik ben er wel een beetje van geschrokken. Ja. Nu begrijp ik. Ik begrijp opeens waarom iemand zich bijvoorbeeld een band kan voelen. Ja? Ja. Dit geluiddingetje, dat stak in mijn buik. Dus dat leek net alsof dat de aarde was die zo... Ah, ik zat zeg maar zo vast. Dat klinkt helemaal niet fijn. Ik moest heel veel moeite doen om weer hier te komen. En nu kan ik dus ergens heel goed opeens een bad trip begrijpen. Dat jij ervan overtuigd bent dat iets echt gebeurt... En je kan je daar niet tegen verzetten. Ik dacht nog, zal ik nog zijn hijsie nemen? Ja. Ik zat opeens in een droom. Van buiten zag het er helemaal niet heel extreem uit. Behalve dat je dus echt een beetje in paniek schoot. God. En dat ben ik helemaal niet gewend van jou. Ik moest ook heel hard lachen, omdat ik heel blij was dat ik weer uit mijn gleuf, was. Terwijl je bij DMT natuurlijk ook de controle verloor. Ja, maar het was nu, ging mijn werkelijkheid en mijn fantasie ging door elkaar heen. Ik kon nog vaag als Nelly wel denken. Mm-hmm. Het was als in een soort nachtmerrie waarin je weet dat je die nachtmerrie hebt. Mm-hmm. Maar het lukt je niet om eruit te ontwaken. En dat had ik even. Ja, en ik denk ook echt hierbij, want nu voel ik dat gewoon heel sterk. Als je al lichtelijk last hebt van weet ik veel wanen of psychose, dan is dit niet jouw druk. Nee. Ik kende dit niet, dus ik raakte inderdaad in paniek. Terwijl misschien als je nu weet wat het is of zo, dat je dan wel beter kan denken, oh, dit gaat zo meteen weer weg. Dus dan kan ik er een soort van leuk genieten. Oh, ik zit nu gewoon ergens in een gleuf. Ja. Maar dat kon ik even niet denken, want ik was bang dat jullie me niet zouden geloven. En dat niemand me uit die gleuf zou halen. Ik denk dat je wel in niveau 5 zat, dus dat je echt overmeesterd werd door de salvia. Dat je je nog enigszins kon verbinden met jezelf, maar dat je wel echt gewoon even van de wereld was. Ja, echt een vette mindfuck. En hoe dit komt is omdat salvia salvinorine A bevat, wat zich gaat binden aan de opioïde receptoren en met name aan de kappa-opioïde receptor, waarvan je dus gaat hallucineren, waardoor je dus ook onprettige ervaringen kan krijgen, wat jij dus eigenlijk ook een beetje had. En eigenlijk kun je salvia niet echt vergelijken met andere tripmiddelen, omdat salvia zich dus echt bindt aan de opioïde receptoren. Terwijl andere tripmiddelen zich weer binden aan serotonine. Waardoor je dus ook wat euforischer kan zijn bij andere tripmiddelen. Ja, nou ja, ik ben nu euforisch, maar net niet. Sorry, ik ben blij dat je weer terug bent, meid. Ja. Zo. Nou, ik vermoed niet dat er nog iets gaat gebeuren. Nee, ik ook de trip niet. Is over. Nee. Maar... Het is wel interessant om het even in de gaten te houden. Om te kijken hoe je vanavond voelt of morgen. Ja. Even kijken naar de day after. Ik heb goed geslapen. Ik heb niet raar gedroomd. Ik heb wel best wel veel mensen even verteld van... Wow, Lee. Ja, want we waren toch allemaal wel een beetje in... What the fuck gebeurt er hier? Voornamelijk omdat ik mezelf altijd wel heel rustig kan houden. En nu was ik gewoon... Ik was gewoon in paniek. In mijn hoofd. Ik zat echt zo de aarde...
die implodeerde hier, zeg maar. Ja, en ik kwam ertussen. En vooral aan deze kant, zoals de zwaartekracht, zeg maar, aan die kant heel erg trok, deed het zo pijn. En het was zo naar. Het was zo naar. Wat ik enerzijds wel nu wel leuk vind, is dat ik denk, oh, ik heb ervaren hoe het is als je dus echt in een hele nare trip terechtkomt. Nu begrijp ik dus anderen ook beter. Of ook misschien wel een psychose. Met de gedachte dat het voor jou heel echt is. Ja, dat je niet weet of anderen dat begrijpen. Of dat die dat echt ook zo zien. En ik denk ook voor jullie van, dit is iets dat wij doen, zodat jij het niet hoeft te doen. Maar ja, mocht je het nou wel echt heel graag willen proberen een keer, zorg in ieder geval dat er een tripsit erbij is. En kijk echt even naar de do's en don'ts die ook online is gekomen. We hebben dus ook een persoonlijke Instagram-account en een drugslab.nn Instagram-account. Volg die ook even, zou super vet zijn. Ik zie jullie volgende keer weer en ik hoop dan op een iets euforischere trip of space. Oké, doei. Love you. Bye.